Bedrijven moeten liever ondernemerschap binnen de gemeenschap gaan stimuleren. In plaats van dat zij de armoede proberen te verhelpen door voeding en kleren uit te delen. Zij zouden eerder 5 tot 7% van hun winst moeten reserveren voor sociale doelen. Dit haalde de humanitaire en spirituele leider Gurudev Shri Shri Ravi Shankar vandaag aan tijdens een bijeenkomst met het bedrijfsleven op het ministerie van Bibis. Gurudev Shri Shri Ravi Shankar is oprichter van de wereldwijde Art of Living. Hij bevindt zich deze week op uitnodiging van president Chandrika Prasad Santokhi in Suriname. Keep aside 5%, 7% of your profit aside. Put that for social cause. Not just feeding people, not just giving them clothes, no. These social, corporate social responsibility that you can do is to make people entrepreneurs, stand on their feet and improve the economy of a society. If we can boost the economy of a society as business leaders and in collaboration with the government, I'm sure a lot can happen. Om de economie van het land verder te bevorderen, vindt Gurudev dat er een goede communicatie moet bestaan tussen de overheid en het bedrijfsleven. Hij vindt dat er goed beleid hiervoor uitgestippeld moet worden. But communication from the industry must continue at all costs. At the same time, the industry should also come to government's help and say, tell us what we can do to improve the economy. So if you can ask the government, say, tell us how we can develop this area, this area, this area. Some particular areas, if each industry can take up a district or two districts and put your attention to develop that, I think country can flourish very well. De humanitaire en spirituele leider Gurudev Shri Shri Ravi Shankar zal Suriname deelgenoot maken van zijn wereldwijde I Stand for Peace campagne. Hij is vanmiddag ook gedecoreerd door president Santokhi in het presidentieel paleis.